Ja, we hebben hier onze eerste mooie pool, jongens. En wat gaat het zijn? Het is de Enamorus. Yo, Nintendo fans. Kijk even wat ik heb gekregen dan. Bakkies Pokémon kaarten uit de nieuwe serie Lost Origin. Er zat ook een kaartje bij. Even lezen welke mooie Pokémonnetjes erin zitten. Aerodactyl. Hisuian Goodra. Hisuian Zorark. Radiant Gardevoir. Enamorus. Wie is Enamorus? Even googlen hoor. Blijkbaar moet ik ooit nog een keer mijn Pokémon Legend Arceus serie gaan afmaken. Want dan kom ik erachter wie dat is. Misschien zit hij wel in zo'n mooi pakkie. Als jij wil dat ik meer Pokémon kaarten uitpak, zeg dat dan even in een reactie. En doe die duimpjes omhoog. Misschien gaan we dat dan weer vaker doen. Even kijken hoor. We kunnen beginnen met deze. Ja, of met deze. Of gewoon met de losse pakjes. Oh, dit is dus Enamorus. Enamorus. Is dit de Pokémon van de liefde? Misschien gaan we hem poelen zo. Kijk, in die pakjes zitten natuurlijk weer muntjes. Charizard muntje. Zou er ook weer een Charizard kaart in zitten dan? En Sirfetch'd. Dit blijft wel echt een bazen Pokémon. Ik hou echt van Sirfetch'd. Wat is eigenlijk jouw favoriete Pokémon? Dat wil ik ook even weten in de comments. Deze kaartjes zaten in de blisters. We hebben hier een hele leuke Chimchar. En natuurlijk hebben we dan heel die evolutielijn. Dus Monfernootje erbij. En Infernape. Oh, nice kaartje, nice kaartje. En deze Weavile. Maar dit is het belangrijkste. Deze 6 pakjes. Ik heb hier natuurlijk voor jullie weer zo'n mooi codekaartje. Knallen we 4 kaartjes naar voren. En dan gaan we kijken. We beginnen met een Electric Energy. Oh, Lampent. Zul je een hele leuke Chandler kaart in zitten? Ik hou van Chandler. Dit is wel echt een hele toffe Fire Ghost type Pokémon. Ik hou echt van deze evolutielijn. Dus hopelijk krijgen we daar een mooi kaartje van. We hebben hier een Ambipom. Daarachter zit een Damage Pump. We hebben, Hisuian Ground. Growlithe, ook altijd leuk. Hisuian Arcanine zou natuurlijk ook super, super vet zijn. Een Seedot. We hebben Slugma, onze vulkaan-Pokémon. Dit is letterlijk gewoon lava. Lava met ogen. Ik vind Slugma ook niet verkeerd hoor. Ik vind die best wel grappig. Ik vind hem eigenlijk leuker dan zijn evolutie, als ik heel eerlijk ben. Het volgende kaartje is een Tynamo. Yo, dit is een vet spacey kleurrijk kaartje. Best wel grappig. De volgende is Litleo. De reverse is Luminion. En als laatst uit ons allereerste pakje Lost Origin is Dewgong. Ja, maar je weet het hè. Bij mijn video's zitten de beste pools altijd aan het einde. Tweede pakje is een Giratina pakje. Jullie mogen de codekaart weer hebben. En nu beginnen we met een Grass Energy. En dan de Galarian Stunfisk. Ja, hier wil je niet op stappen, jongens. Het doet een klein beetje pijn aan je voeten, denk ik, als je op deze stapt. Dan een Box of Disaster. Oftewel, een doos met een ramp. Deze kan je aan je Pokémon geven. En als de tegenstander jou dan verslaat, dan mag je 8 damage counters aan die Pokémon geven. Dat is best een prima kaartje, denk ik, voor het begin van een battle of zo. Hier heb je Hisuian Sligoo. Lekkere slijmerige draak Pokémon. Een Rockruff. Ja, de Rockruffjes zijn altijd leuk. Rockruff en Lycanroc zijn bazen. Seal. Dus nu kunnen we met Dewgong spelen. Niet dat ik dat ga doen, maar het kan wel. Een Shuppet. Ook leuk. Altijd interessant. Machop. Een soort van klei-achtig poppetje. Zo staat hij op de kaart. Hebben we hier. Ai! Zo'n leuke Pikachu kaart. Kijk dan. Hoe leuk is deze? Echt heel tof. Hij zit lekker een berry te eten. Deze art vind ik zo leuk. Een van de leukste Pikachu kaarten die ik tot nu toe heb gezien. Zit dus in deze serie. Ja, deze vind ik oprecht super leuk. Helemaal geen zeldzame kaart, maar dat maakt niet uit. Wat hebben we hier? Een Honchkrow is de reverse. En als laatst in het pakje Cramorant. Je ziet hier een soort van geestachtige sliert uitkomen of zo. Zou dat met zijn ability te maken hebben? Het volgende pakje is Hisuian Zorark. En laten we dan hopen dat hier wat moois in zit, jongens. Een Steel Energy. Dottler is de volgende Pokémon. We hebben, een Seedra. Classic. Seedra blijft ook wel cool, hoor. We hebben hier een Sevhyper. Hele lelijke kaart. Deze is niet zo heel mooi. Dit is een niet zo mooi plaatje, vind ik. Laten we snel doorgaan. Een Mienfoo. Een Litwick. Ik wil echt die Chandler. Hopen dat er een mooie Chandler V of V-Max kaart in deze serie zit. Dat zou ik heel vet vinden. We hebben hier Snover. Rhyhorn. Gewoon een normaal kaartje. De reverse komt hierna. Deze iPom kaart is trouwens ook grappig. Kijk deze blije bakkessen. Na de Pikachu kaart is dit mijn favoriete kaart tot nu toe die ik heb uit Lost Origin. Goed, de reverse is een Paris. En als laatst, ja, we hebben hier onze eerste mooie pool, jongens. En wat gaat het zijn?
het is de ene Morris. Wil je alsjeblieft een beetje scherp stellen, camera? Dankjewel, want het is onze ene Morris V. Of Animorus of Animarimorimus. Hoe je hem ook noemen wil. De allerlaatste Pokémon in de Pokédex, volgens mij. We hebben hem gewoon. De V-kaart met een mooi hartje hier zo op de achtergrond. Best wel slecht eigenlijk, hè, dat ik deze Pokémon nog niet kende. Ja, had ik Pokémon Legend Arceus maar uit moeten spelen. Wel blij dat ik nu een mooi kaartje heb. En dan hebben we gewoon nog steeds 3 pakjes. Omdat we weer een goede pool hadden, hier weer een codekaart voor jullie. En beginnen we weer met een Grass Energy. Dan hebben we hier Gastrodon. Een Arcfoontje. Medicham. Oprecht een hele goede Pokémon, vind ik hoor. Ik vind hem er niet heel tof uitzien en ik zou hem niet snel gebruiken. Maar Medicham is best goed. Ik word vaak verrast door Medicham in de games. Laten we doorgaan. We hebben Mawile. Ja, altijd vet. Mawile vind ik ook echt wel cool. Vet Pokémon. De volgende is weer de Slugma. Die hebben we al gezien. Oeh, Clefairy. Wat een grappige kaartjes hebben ze allemaal. Kijk, hier is ook zo'n blije Clefairy. Hallo. Net als die iPom kaart. Ja, deze vind ik ook wel weer vet hoor. Roselia is de volgende. En ik zie trouwens dat hier ook weer wat moois in zit. Dus, na Porygon hebben we die Reverse Chorus Experiment. Ja. Dit wordt een mooie pool, jongens. Dit wordt een mooie pool. Wat gaat het worden? Tweede vette Lost Origin kaartje. Het is. Drapion V-Star. En Drapion vind ik zelf ook best wel cool. Die heb ik een aantal keer al gebruikt in mijn playthroughs. Ik hou al van Poison-type Pokémon. En we hebben gewoon nog een pool, joh. Weer een roze Pokémon. Zit deze serie vol met roze Pokémon of zo? Lekker zeg. We gaan goed, hoor. We gaan goed. Hoppakee. Nog 2 pakjes te gaan. Nou, op deze manier krijgen jullie heel veel codekaarten. Let's go. Water Energy. Het zou toch wat zijn als er hier weer een mooie kaart in zit. Dan hebben we gewoon 3 op een rij. The Box of Disaster. Die hadden we net ook. We hebben Seedra. Die hadden we net ook. Riley. Die hebben we nog niet eerder gevonden. Pikachu wel. Ja, super schattig. I love deze kaart. Jinx. Een van de minst toffe Pokémon uit de eerste generatie, denk ik zomaar. Jinx. Dan hebben we Litwick. Oh, kom op met de Chandelure nu. Oddish. Altijd leuk. Ik vind deze wel leuk bij elkaar passen trouwens. Litwick en Oddish. Dat zou een leuk stelletje zijn. Anyway, na Oddish krijgen we Love Disc. Nou, love is in the air. Officieel, Litwick en Oddish zijn een stelletje. En Love Disc is de trouwambtenaar. Oké, we gaan snel door. Blipbuck is onze reverse. En als laatste in dit pakje hebben we Buffalant. Ik snap nog steeds niet zo goed waarom dit niet gewoon de evolutie van Tauros is. Dat zou toch prima kunnen? Alhoewel, een stier die een Buffalant wordt, is misschien toch een beetje gek. Wel ook een vette Pokémon trouwens. En dan zijn we aangekomen bij het laatste pakje alweer. Maar we hebben al een hele goede score met 2 mooie kaarten uit 6 pakjes. Dat is gewoon helemaal prima hoor. We hebben hier een Mirage Gate. Cascoon is de volgende Pokémon. Ambipom is weer terug. Blipbucky is ook weer terug. Tynamo is er weer, die hebben we al gezien. Seedot hebben we al gezien. Horsey, die hebben we nog niet gezien. Die oogjes, dat blijft leuk. Wat wordt het volgende kaartje? Meditite. En de reverse is een Silcoon. En de allerlaatste kaart in deze video is een Banette. Geen super goede pool. Maar wel een vette Pokémon, Banette. En deze heeft inderdaad ook weer zo'n ability. En ik denk dat dat dus te maken heeft met die slierten die je hier ziet. Maar goed, ik weet het niet zeker. Ik heb het niet voorbereid. Maar ook zonder voorbereiding hebben we mooie kaartjes. Deze Anamorus V voor mijn hele nieuwe Pokémon. En best leuk dat ik ook nog verrast kan worden in de wereld van Pokémon. En dan natuurlijk deze Drapion V-Star. Die ik zelf ook heel cool vind. Ja. 2 mooie pools. Wat mij betreft een geslaagde video. Als jij dat ook vond, knal die duimpjes omhoog. Abonneer. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel.